Wij zijn de leerlingen van het 7e specialisatiejaar verwarmingsinstallaties van het Tamiaan Instituut Aarschot. In onze school kan je zowel verwarming volgen als koeling. De naam van de school is afkomstig van Pater Damiaan, die zich inzette om mensen te helpen die aan lepra lijden. Hij werkte als missionaris in Hawaii, vooral op het eiland Molokai. Ons project kwam tot stand dankzij de medewerking van RTC Vlaams-Brabant, de firma Viesman, de directie en leerkrachten van het Tamiaan Instituut. In onze school hebben we een warmtepomp van het merk Viesman type Vitocal 200 ter beschikking gekregen. We hebben onze warmtepomp aangesloten met koperleidingen door middel van knelkoppelingen en perskoppelingen. Enerzijds werd er een buffervat aangesloten dat we in dit geval enkel gebruiken voor het warm water. Normaal wordt een groter buffervat voorzien dat we dan ook aansluiten op vloerverwarming zodat we met een lage temperatuur kunnen verwarmen. Anderzijds hebben we de warmtepomp verbonden met collectoren en daarop hebben we radiatoren aangesloten. Voor een echte realisatie is een opstelling met radiatoren geen goed idee, omdat die met temperaturen hoger moeten zijn, tenzij men werkt met ventiloradiatoren of ventiloconvectoren op een lagere temperatuur. Op school doen we dit met radiatoren omdat men dan de warmte kan voelen aan de radiator en om praktische redenen. Deze radiatoren werden aangesloten met meer lage buis, ook Alpex genoemd. Een warmtepomp haalt warmte uit de natuur en geeft die terug af in de woning. Deze bestaan in verschillende soorten afhankelijk van de bron. Onze lucht-water-warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en geeft die af aan het water van de centrale verwarming. Om de buitenunit te verbinden met de binnenunit hebben we koelleidingen aangesloten. Dit zijn dunnere koperen leidingen waar we eerst een flare op hebben getrokken. Dit is om een juiste dichting te kunnen bekomen waardoor er geen lekken van koelmiddel kunnen ontstaan. Deze leidingen werd ook geïsoleerd om condens te voorkomen. Om deze leidingen aan te sluiten hebben we hulp gekregen van onze collega's uit de richting koeling. Zij hebben de leidingen gevacuumeerd en gebruiksklaar gemaakt. Een warmtepomp is uitgerust met een koelvloeistof die al op lage temperatuur kookt en gasvormig wordt. Een compressor drukt het gas samen en zo stijgt de temperatuur. Die warmte wordt dan afgegeven aan het verwarmingssysteem. De druk wordt verlaagd door het expansieventiel en het gas wordt terug vloeistof. De hele cyclus kan dan opnieuw beginnen. Een warmtepomp is vooral geschikt voor goed geïsoleerde huizen met vloerverwarming. Voor innovatie of een minder goed geïsoleerde woning is een hybride warmtepomp een bivalent systeem meer geschikt. Dit is een warmtepomp die ondersteund wordt door een verwarmingsketel.